In dit productfilmpje gaan wij het hebben over de Air Venturi Avenger. Deze Bugs onderscheidt zich door de zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Deze Bugs is namelijk gereguleerd en heeft een verstelbare hamerveer. Een gereguleerde Bugs krijgt elk schot krijgt evenveel druk mee, dus u heeft een heel precies schotbeeld. Totdat u uiteraard onder de druk van de regulator komt. Dat ziet u normaal gesproken eigenlijk alleen bij de duurdere exclusieve modellen. De Avenger, dit model is voorzien van een kunststofkolf. Is niet de meest chique kolf, is hol van binnen, maakt hem licht van gewicht. Maar daar gaat het niet over bij deze Bugs. Het gaat echt over de uitzonderlijke schietprestaties. De Bugs is ook voorzien van een schouder barrel, dat wil dus zeggen dat deze loop gedempt is. Qua montages is hier heel veel mogelijk, want je hebt hier een 22 en een 11 mm rail op zitten. Dus dovetail en picatinny. Heel makkelijk met het monteren. Daarnaast is deze Bugs voorzien van een vaste Foster aansluiting. Wat maakt het heel makkelijk om deze Bugs te vullen. Aan de onderzijde is nog een stukje lieverrail aangebracht, zodat u bijvoorbeeld heel eenvoudig een bipod kunt monteren. De Bugs is leverbaar in drie kalibers, 4,5, 5,5 en 6,35. In 4,5 levert deze Bugs 30 joule, in kaliber 5,5 46 joule en in 6,35 maar liefst 63 joule. Dus dat is gewoon heel netjes. Naast deze kunststofkolf is de Avenger tegenwoordig ook leverbaar in een houten kolf. Een beukenhouten kolf. Iets duurder in prijs, maar wel wat meer klassieke uitstraling. Wilt u meer weten over deze Bugs? Neem dan een bezoekje aan onze winkel.